Je bent jong en je wilt dolgraag gaan ondernemen. In deze video geef ik je 12 tips om je op weg te helpen. De allereerste tip is, laat je niet van de wijs brengen als mensen zeggen, joh, maar het is allemaal risicovol en misschien moet je maar een baantje zoeken, dat is veel veiliger. Ook een baan is niet veilig tegenwoordig. Het is echt niet meer zo dat als je vandaag een baantje hebt, dat je die voor de komende 20, 30 jaar hebt. Dus die risico's heb je daar ook. En het is niet zo eng om te gaan ondernemen. Dus laat je niet van de wijs brengen door mensen die nog nooit hebben ondernomen en die het allemaal maar heel eng vinden. En daarnaast, het is geen keuze voor het leven. Stel dat jij morgen gaat ondernemen en het mislukt, dan kun je volgend jaar een baantje gaan zoeken. Dus het is geen keuze voor het leven. Dus laat je niet van de wijs brengen door mensen die tegen jou gaan zeggen dat je het vooral niet moet doen. De tweede tip, die is wat mij betreft echt super belangrijk, en dat is, laat je niet gek maken door alle grote verhalen die je online ziet op social. Alle verhalen over snel beleggen, snel crypto, vastgoed, projecten, weet ik veel wat, en binnen no time ben je rijk en woon je op Ibiza. Dit zijn allemaal gasten die cursussen verkopen en veelal niet de mensen die daadwerkelijk rijk en vermogend zijn, wat ze wel claimen. Ik zeg altijd, if it sounds too good to be true, it is too good to be true. Dus als jij verhalen leest over ondernemerschap en dat je heel makkelijk heel rijk kan worden, trap daar niet in. Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het ook te mooi om waar te zijn. Dus trap daar niet in. De derde tip is, kijk niet alleen naar het geld, maar kijk ook wat je super tof vindt om te doen of wat je heel goed kan. Of een combi is nog beter. Want stel dat het lukt en je wordt ondernemer, dan ga je het heel vaak doen en heel veel uren erin stoppen en ook heel lang doen. Dus dan kan het maar beter iets zijn wat je super leuk vindt om te doen. Dus denk daar goed over na. De vierde tip is, los jij daadwerkelijk een probleem van anderen op waarvoor ze willen betalen? Dat is denk ik de hamvraag voor veel van de ondernemers. Wil jij succesvol worden, dan moet je echt een probleem van anderen oplossen. Want als een ander een probleem heeft en die wil betalen zodat dat probleem verdwijnt, dan heb je iets te pakken. Dus kijk of je met je onderneming iets kan doen voor anderen, waarmee voor die anderen een probleem wordt opgelost. En misschien nog wel belangrijker, deze tip. Je kan blijven nadenken en blijven plannen maken, maar uiteindelijk gaat ondernemen over maar één ding, en dat is facturen kunnen sturen. Want zonder facturen heb je geen omzet. Dus het beste is eigenlijk dat als jij zover bent, en dan kun je plannen maken wat je wil en weet ik veel wat allemaal, maar zodra je facturen kan sturen, en dan niet alleen maar naar je familie of naar vrienden of naar andere mensen in je buurt, maar naar vreemden. Het moment dat jij daadwerkelijk facturen kan sturen, dan heb je iets te pakken. Dus eigenlijk is dat de hoogste prio. Zorg dat je iets hebt waarvoor vreemden willen betalen. Als je dat te pakken hebt en je kan daadwerkelijk facturen sturen, dan is de eerste stap gezet. En als het gaat om geld en facturen sturen en omzet draaien, maak even op een bierviltje een berekening. Ik ontmoet nog te veel ondernemers, en als ik dan even doorvraag, dan is de business case gewoon niet kloppend. Oftewel, denk, en zo moeilijk is het niet, hè, denk gewoon naar, wat is de omzet die ik kan halen en wat zijn de kosten die ik ervoor moet maken en wat hou ik dan over. En denk daarbij ook aan zaken als belasting en eventueel verzekeringen of andere kosten die jouw onderneming met zich meebrengen. Het is allemaal geen rocket science, hoeft allemaal niet in ingewikkelde spreadsheets, maar maak in ieder geval even die berekening van, hey, is het überhaupt wel een winstgevende zaak die ik in mijn kop heb zitten? Dus reken dat even uit. Een andere tip die ik je mee wil geven is, loop mee met ervaren ondernemers. Vaak vinden ondernemers dat eigenlijk best wel tof. Ik krijg regelmatig verzoeken van mensen die zeggen, joh, ik wil misschien ook wel dagvoorzitter worden, want ik ben dagvoorzitter. Dus ik praat zakelijke evenementen aan elkaar. En er zijn best wel veel, ook jonge gasten, die zeggen, oh, ik wil misschien ook dagvoorzitter worden. Kan ik niet een dag met jou meelopen? Nou, doe ik dat niet elke keer. Maar zo nu en dan kies ik iemand uit en die loopt dan een dag met mij mee. Dat is natuurlijk super tof. Dus stel dat jij in, weet ik veel, wat voor een wereld wil gaan ondernemen. Kijk naar de wat grotere ondernemers in die sector, stuur ze een mailtje en een berichtje of stuur ze een appje en vraag of je gewoon een dag mee kan lopen. Daar kun je super veel van leren. En ben niet bang om dat te doen, hè, want heel veel ondernemers die werken daar super graag aan mee. En de volgende tip, en die geldt eigenlijk ook als levensles, maar lul niemand na, ga niemand kopiëren, zoek je eigen weg. Wij zijn best wel makkelijk in, ja, weet je wat, die is succesvol en dan ga ik die maar nadoen. Echte succesvolle ondernemers zijn geen kopie van iemand anders, maar die zijn een origineel van zichzelf. Dus zorg echt dat je je eigen ding doet, dat je in de spiegel kijkt en denkt van, hey, wat vind ik nou tof, wat wil ik gaan doen, en zoek je eigen weg daarin. Ga niemand nadoen.
En wat ik net al zei, leer van andere ondernemers. Dat kun je doen door mee te lopen. Maar een klein beetje reclame voor mijn eigen kanaal, 7DTV. Op dit kanaal staan inmiddels meer dan 1000 interviews met ondernemers. 2 nieuwe per week. Dus elke week komen er 2 nieuwe gesprekken bij. Ik heb dat verdeeld in super toffe playlists op verschillende onderwerpen. Daar kun je waanzinnig veel van leren. Dat zijn echte ondernemers met echte ervaringen. Abonneer je op 7DTV, kun je eronder doen. En leer van de ervaringen van andere ondernemers. Tip 10, doe in ieder geval iets. Veel jonge gasten blijven hangen in nadenken. En zo kom je geen stap verder. Kijk, als je op punt A staat, dan zie je alleen maar punt B. En als je op punt A blijft staan, dan blijft jouw blikveld precies hetzelfde. Dan zie je alleen punt B. Het moment dat je naar punt B stapt, krijg je in één keer een heel ander uitzicht. Dus dan gebeuren er weer nieuwe dingen. Oftewel, zet stappen. Als je er niet meteen uitkomt met je onderneming, maar je kan wel tijdelijk een leuk baantje kiezen, doe dat dan. Dus wat dat betreft, als er maar beweging in zit, doe dingen. Zet stappen. Zijn we alweer toe aan tip 11 en dat is zoek niet te lang naar iets unieks. Heel veel jonge gasten die willen per se iets uitvogelen wat er nog niet is. Er is heel veel is er allang. En sterker nog, je kan een kroeg beginnen in Amsterdam. Daar zijn er, weet ik veel, een paar duizend van waarschijnlijk. Maar ook jij kan morgen een kroeg beginnen die supergoed gaat draaien. Alleen maar door het beter te doen of anders te doen. Dus sta je niet blind op het zoeken naar een businessconcept waarvan je zegt, dat bestaat nog niet, dat is super nieuw. Maar kijk gewoon naar datgene wat je leuk vindt, wat je tof vindt, waar je handel in ziet of wat je goed kan. En wat je beter en anders kan doen dan je concurrenten. En de laatste tip die ik je mee wil geven is, duik niet meteen in ingewikkelde aandeelhoudersstructuren. Ik ontmoet te veel gasten die met elkaar een onderneming beginnen, meteen een BV oprichten en we beginnen met z'n drieën en alle drie 30% of 33% en dan zijn we samen aandeelhouder en dan blijkt het na een half jaar niet te werken en de ene wil door en de andere niet. Er is een hoop gezeik. Begin gewoon met een eenmanszaak en als je met andere mensen wil gaan samenwerken, doe dat gewoon op projectbasis. Je kan gewoon factuurtjes naar elkaar sturen. Maak geen ingewikkelde juridische constructies. Als het gaat lopen en het wordt groter en je weet op een gegeven moment van hey, ik wil met hem of met haar wil ik echt wel verder en dat werkt goed, dan kun je eens gaan nadenken over juridische constructies die wat meer vastigheid bieden. Maar begin gewoon zo los mogelijk en ga niet meteen met hele ingewikkelde aandeelhoudersstructuren beginnen. Dat waren 12 tips, snel op een rijtje. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En bovenal wens ik je superveel succes en plezier met ondernemen. Want uiteindelijk is dat het allergaafste wat er is. Succes en dankjewel voor het kijken. Hoi!